Dit is het ondernemerscollege van Baker Tilly. Deze keer, hoe neem je besluiten zonder verliezers? Hier is corporate antropologe Danielle Brouw. Goedenavond, besluiten zonder verliezers. Dat is moeilijk, want in de meeste organisaties en in de wereld is het zo dat op het moment dat je een besluit neemt, democratisch of autocratisch, omdat een MT of een CEO of een directieteam beslist, dan is het zo dat de mensen die weggestemd zijn, dat toch een beetje als verlies beschouwen. We hebben bij de Brexit gezien dat het een totale mythe is om te denken dat als mensen niet hun mening is gehoord, dat ze zich dan schikken in het idee van, nou ja, het is wel eerlijk besloten. Mensen gaan toch echt iets anders doen. In dit verhaal vanavond wil ik jullie meenemen in een manier om te kijken, hoe kan je nou beslissingen nemen, echte beslissingen zonder te polderen, waarbij het toch zo is dat je iedereen meeneemt en zoveel mogelijk mensen aangehaakt houdt. En dat je eigenlijk een besluit neemt zonder te verliezen in je bedrijf en misschien ook wel breder. Daarvoor wil ik je eerst een verhaal vertellen. En dit verhaal gaat over een koning. Een koning in een land hier ver weg. En het is een klein, ruraal landje met een boerenbevolking. Waar mensen heel erg vreedzaam zo met elkaar samenleven. En in dat land, daar heerst een koning. Het is een machtige koning met een mooi wit paard. En op een dag besluit de koning dat er vanaf nu alleen nog maar aardappels verbouwd mogen worden. Die koning is namelijk helemaal gek op aardappels. Hij wordt de patatjeskoning genoemd. Hij is gek op aardappels. Patat, aardappelkroketjes, gebakken aardappeltjes, aardappelpuree. Vindt hij helemaal fantastisch. En hij besluit dat er vanaf nu alleen nog maar aardappels verbouwd mogen worden. Nou, die koning die rijdt op zijn paard door het land en zegt vanaf nu alleen nog maar aardappels. Stel je voor, een van u was een boer in dat land. Wat zou je dan gaan doen? Er zijn misschien mensen van u die zeggen, nou ja, goed, ga ik aardappels verbouwen. Ik hou ook van aardappels en van patat, hè, dus daar schik ik me in. Hij zal het wel weten, hij is de koning. En ik denk dat de meesten van u zullen denken, ja, echt niet zo. Dat je in je voortuin dan wel aardappels gaat verbouwen. Maar dat je zegt, nou ja, ik doe achterin ook een veldje met broccoli en worteltjes. Want daar hou ik toch ook wel heel erg van. Of misschien ga je zo erg saboteren dat je zegt, nou, dit is zo'n niet wijze koning. Weet je wat ik doe? Ik verspreid een heel gemeen aardappelschimmelvirus. Of dat je zegt, nou ja, ik ga naar een ander land waar ik wel gewoon mag verbouwen wat ik wil. Dus je vertrekt of je maakt misschien wel een coalitietje zo bij het koffiezetapparaat. Je verzamelt wat collega's en begint een soort, nou ja, een soort coalitie Cubaanse guerrilla-oorlog tegen de patatjeskoning. Ik denk dat de meesten van u zich niet zullen neerleggen bij het feit dat je alleen maar mag doen wat de koning beslist. Ook al is het democratisch besloten. In bedrijven zien we dat vaak. Dat je na een beslissing dat je heel erg veel tijd verliest zo op je implementatiefase. Omdat mensen het eigenlijk niet helemaal zijn gehoord. Nou, wat zou je er dan kunnen doen? Ik ben Danielle Brouw en ik ben corporate antropoloog. De meeste antropologen gaan op bezoek bij verre vreemde volken om daar te kijken wat we van mensen kunnen leren, hoe mensen samenleven, samenwerken, geld verdienen, het uitgeven, oorlog voeren en het weer goed maken. En corporate antropologen doen hetzelfde, maar dan bij organisaties om de hoek. En wat ik doe, ik heb echt een ongelooflijk leuke baan. Ik reis de wereld rond om te leren van tribes, van volken overal op de wereld, wat we allang weten, oude kennis verzamelen. Want ik denk dat voor elk managementvraagstuk, leiderschapsvraagstuk, ergens op de wereld al een keer een oplossing is bedacht. Ik denk dat we helemaal geen nieuwe managementmodellen nodig hebben met elkaar. En hier ben ik bijvoorbeeld in het gebergte, in het Zagrosgebergte in Iran, om te leren van tapijthandelaren en nomadenvrouwtjes hoe je een goede handelsrelatie met elkaar onderhoudt. Want waar kan je dat beter leren dan op de oude zijderoute? Een ongelooflijk leuke baan. Nou, vandaag wil ik jullie meenemen in besluiten zonder verliezers. Hoe doe je dat nou en hoe zorg je dat niet, net als bij de patatjeskoning, dat iedereen afhaakt, het land verlaat of stiekem boerenkool in zijn achtertuin gaat zitten verbouwen? Hoe doe je dat? En daarvoor neem ik jullie mee naar een regio in Afrika, Oeganda, Botswana, Tanzania, zo die regio, om je iets te leren over hoe kan je een Afrikaans kampvuurgesprek voeren. En wat je hier ziet is een legotla, een Afrikaanse volksraadpleging, al dan niet met vuur. Of zoals hier bij een mooie plek, bij een boom of soms bij een bron of een rivier. En hier hebben ze er een mooi plekje van gemaakt met hekjes eromheen. En wat ze doen in Afrika bij zo'n Afrikaans kampvuurgesprek is dat een chief, een leider, een CEO van een tribe
die organiseert zijn volk bij elkaar. Die zegt, volgende week kom ik met een probleem en daar wil ik graag jullie mening over horen. En dan roept hij zijn volk bij elkaar. En in Afrika duurt het zolang het duurt. Dus het kan wel dagen duren. En hij verzamelt iedereen onder die boom. En ondertussen wordt er gegeten en worden de geiten gevoerd. En krijgen kinderen schone luien enzovoort. En je ziet hier de chief, die heeft een jasje aan. Daar herken je de chief, net zoals u hier alle. En die chief die heeft een probleem. Die heeft zijn volk bij elkaar geroepen. En stel je voor dat het probleem van deze chief als volgt is. Hij zegt, nou ja, wij weten allemaal, beste volk, wij weten allemaal dat er in ons dorp hongersnood heerst. Dat het niet goed gaat met ons dorp. Dat we te weinig te eten hebben en dat we een heleboel ondervoede kinderen hebben. En zegt hij, nou ja, ik heb met mijn broers, met een aantal wijzen heb ik gesproken en ik heb een plan gemaakt. En dat plan wil ik heel graag met jullie delen. En ik wil horen wat je van dat plan vindt. En dan hoop ik dat je me advies kunt geven over dat plan. En dat je misschien wel kunt vertellen hoe je mee kunt werken om dat probleem op te lossen. En dan verzamelt hij zo zijn mensen. En dan schetst hij zijn plan. En dan zegt hij, nou ja, ik heb bedacht, hè, als je daar heel ver zo in de verte kijkt. En je kijkt er zo achter. Daar is dat stuk bos, dat stuk oerwoud. Stel je nou voor dat we dat gaan ontginnen. Dat we de bomen kappen. En dat we daar een maïsveld aanleggen. En ik heb wel contacten in de stad met een NGO die zaaigoed kan leveren, maïszaaigoed. En dan hebben we misschien over een jaar of over twee jaar, hebben wij misschien wel genoeg eten, zodat ook de jongste kinderen gevoed kunnen worden. Beste volk, wat vinden jullie van mijn plan? En ik hoor heel graag van iedereen, heel open en eerlijk en zolang je wilt, je mening. Nou, wat gebeurt er dan? Dan stapt om de beurt stapt er iemand uit het volk naar voren. En in Afrika kan je dat niet zomaar doen. Dan kan je niet zomaar je standpunt geven. Het is niet 8 punten agenda WVTTK zo. Dat doen ze anders. Dus er stapt iemand naar voren. En nou, die zegt bijvoorbeeld, beste chief. En dan gaat hij eerst vertellen wie die is. Want dat moet je heel lang doen eerst in Afrika. Je hele verwantschapssysteem uitleggen. En dan zegt hij, beste chief. Nou ja, wie ik ben. Ik ben Bert. En hij heet vast geen Bert hè, in Afrika, maar stel je voor, Bert. Bert stapt naar voren. En die zegt, nou ja, ik ben Bert. En ik woon hier al mijn hele leven. Ik woon in dit dorp, maar er is een groot probleem in dit dorp. Want we hebben hier te weinig te eten. En mijn vrouw die heeft veel te weinig te eten. En die is uit een ander dorp gekomen, omdat we hier te weinig vrouwen hebben. En toen hebben we gevraagd of zij hier kwam wonen, zodat ze met mij kon trouwen. En de chief destijds heeft een belofte gedaan. De chief destijds, voor u zo, die heeft beloofd dat hier altijd genoeg te eten zou zijn voor mij, voor mijn vrouw en mijn kinderen. Maar dat is niet zo. Want ik en mijn 2 jongste kinderen hebben honger. En mijn vrouw spaart ook het voedsel uit haar mond. Dus, beste chief, jullie hebben je niet aan de belofte gehouden. En ik vind het dus een heel erg goed idee dat we nu dat veld gaan kappen. En ik help heel graag mee. En ik help graag zaaien en het maïsveld aanleggen. Dus dat is mijn advies, chief, dat we dat zeker moeten doen. En om de beurt pakt iemand een talking stick. En dat kan een strootje zijn of een heel mooi bewerkte stick. En je praat zolang als je praat. En iedereen laat je uitpraten. Niemand valt elkaar in de reden. Het is geen debat. Het is geen discussie zoals we nu zo in de verkiezingen doen. Maar het is elkaar echt laten uitpraten en elkaar echt willen horen. En dan stapt er iemand naar voren en die pakt ook dat strootje of die talking stick. En het kan dat er iemand anders naar voren stapt. Stel je voor, Peter stapt naar voren. En ook die heet vast geen Peter. En Peter stapt naar voren en die zegt, beste chief, ik ben Peter. En ik woon al mijn hele leven in dit dorp. Maar ik ben niet bij mijn ouders opgegroeid. Ik ben opgegroeid bij mijn opa en oma. En als je goed kijkt, dan was dat precies in dat stuk bos wat je daar nu aanwijst. En ik ben bij mijn opa en oma opgegroeid omdat mijn ouders waren overleden aan AIDS. En daardoor hebben zij mij opgevoed. En ik had een goed leven bij ze. En ik speelde er altijd. Ik woonde daar in dat hutje, zo aan de rand van het dorp, omdat mijn opa en oma niet zoveel geld hadden, niet zo rijk waren, geen grote hut hadden. Maar ik was er heel gelukkig. En als je goed kijkt, zie je een hele grote boom daarachter. En daar speelde ik altijd in. En daar bouwde ik met mijn zusje een boomhut in. Maar op een dag, beste chief, is er iets afschuwelijks gebeurd. Mijn zusje is uit de boomhut gevallen. En die is ter plekke op de grond overleden. En wat we toen hebben gedaan, omdat ze zo ontzettend veel van die boomhut hield, wat we toen hebben gedaan, is haar begraven aan de wortels van de boom. En nu, zoals je kunt zien en voelen aan de boom als je er naartoe gaat, leeft de geest van mijn zusje, zit in die boom. Dus, beste chief, met geen mogelijkheid kunnen wij die boom omhakken.
Want wat er dan gebeurt is dat de geest van mijn zusje geen rust meer heeft. En die gaat spoken door het dorp. En nou ja, we weten allemaal wat daarvan komt. Vreselijke misoogst, dieren gaan dood. Dus dat moeten we niet hebben. Dus beste chief, ik wil je echt heel erg vragen. Kap die bomen niet om, ook al hebben we nu honger. Nou ja, en iedereen stapt naar voren, pakt die talking stick. En zoals ik al zei, het kan dagen duren in Afrika. En ondertussen wordt er gegeten, gedronken enzovoort. En na dagen is alle wijsheid verzameld. En heeft iedereen alles gezegd wat hij te zeggen heeft. En zijn alle stemmen gehoord en zijn alle achtergronden gedeeld. En wat de chief dan doet, en dat is wezenlijk anders dan wat we in veel bedrijven doen. Die chief die zegt niet, ik neem het mee naar mijn MT en ik kom erop terug. En dat je dan nooit meer wat hoort. Hè, zo. Dat doet hij niet. Hij poldert ook niet een beetje. Hij gaat ook geen compromissen sluiten. Nee, hij neemt echt een besluit voor het oog van zijn hele tribe. En dan gaat hij eerst even in bad zo. Misschien neemt hij een paar broers of wijzen mee of zijn vrouw. Gaat hij zich bezinnen, gaat lekker eten, hij gaat nadenken. En dan komt hij terug en het volk heeft geduldig gewacht of ook een beetje gegeten. En dan zegt hij, ik heb een besluit genomen. En dan zou het kunnen zijn dat deze chief een hele mooie chief speech houdt. En dat hij zegt, beste volk, ik heb jullie allemaal gehoord. En ik wil je ontzettend bedanken voor je wijze advies. En het besluit wat ik heb genomen is dat ik daar de bomen ga kappen. Ik ga een maïsveld maken, want ik vind het belangrijk dat er geen nieuwe doden door de honger vallen. Maar ik heb ook de stem, de wijsheid van de minderheid gehoord. En die zei dat er in die boom die daarachter staat, dat daar een geest, een spirit van dat kleine zusje inwoont. Dus wat ik ga doen, ik ga de sjamaan van het dorp ga ik vragen om een totempaal in het midden van het dorp te bouwen. En dan vraag ik of hij een ritueel wil doen, zodat die geest van dat meisje, van dat zusje, in die totempaal kan gaan wonen. En dan is ze altijd onder ons in het dorp. En dan kunnen wij zorgen dat ze nooit alleen is. En pas als ik zeker weet, en als we de vooroude geesten hebben geraadpleegd, als ik zeker weet dat die geest van het zusje in die totempaal is gekomen, dan pas gaan we die boom omhakken. Dus zo wil ik het doen. En beste volk, ik wil jullie heel graag vragen om mij te helpen om dat zo te doen. En het mooie is dat er op dat moment in Afrika weinig weerstand is. Omdat iedereen is gehoord. En de wijsheid van de minderheid is toegevoegd aan het meerderheidsbesluit van de chief. En het is nog steeds een autocratische beslissing. Maar het is geen patatjeskoning. En op die manier worden alle stemmen gehoord. En dat vraagt om rust. En dat vraagt om tijd. En dat vraagt om echte dialoog. En transformatieve gesprekken in plaats van gesprekken waarin je alleen maar uitrolt en zegt wat een ander moet doen. Ik voer in organisaties heel veel kampvuurgesprekken. En op de wereld voeren we overal kampvuurgesprekken in hele verschillende vormen. Overal ter wereld is vuur of water of een mooie plek. Een moment om elkaar echt in de ogen te kijken, je veilig te voelen. En echte, daadwerkelijke, aandachtige gesprekken met elkaar te voeren. Nou ja, en zo ziet dat eruit in de wereld. En zo kan het eruit zien als wij het doen en je zorgt voor een mooie omgeving en stage setting. En zo kan het er ook uitzien met z'n allen met een echt kampvuurtje erbij. Maar dit kan ook. En dat is minder romantisch, want het is gewoon een grote zaal. Het gaat erom dat je elkaar daadwerkelijk in de ogen kijkt. En dat kan in kleine groepjes mensen. En dat kan in hele grote groepen mensen in een gymzaal aan het begin van een fusietraject. Waar het om gaat, is dat je, wat mij betreft, echt oprechte aandacht voor elkaar hebt. Want ik denk dat we in onze hele snelle online tijd, in de tijd waarin we ontzettend veel tijd verliezen aan staren op onze telefoons en op onze computerschermen, waarbij we soms met doelstellingen bezig zijn die we niet echt zelf meer hebben bedacht, die ons niet meer echt bij de ziel van onze organisaties brengen. Ik denk dat datgene wat het meest ontberen echte oprechte aandacht voor elkaar is. En we hebben alles. Materiële welvaart, we kunnen het klimaat beheersen, we kunnen medisch gezien heel erg veel. Ik denk dat wat het allerbelangrijkste de komende jaren is dat we echt opnieuw plaatsmaken voor daadwerkelijke aandacht. Aandacht is het echte, nieuwe, onbetaalbare goud. En dat begint bij daadwerkelijke, transformatieve gesprekken. Dus ik wil u allen van harte oproepen om vanaf nu, vanaf morgen, nooit meer te vergaderen. Niet meer doen. Gewoon acuut mee stoppen. Maar alleen nog maar echte kampvuurgesprekken te voeren. Dank jullie wel. En dan besluit je zonder verliezers. Bedankt.